Bridget Maasland is duidelijk not amused over de roddels die het juiste kanaal Due verspreidt over de populaire zanger Fleming. Ze uit haar ongenoegen met een lichte irritatie, oh, wat jammer altijd, briest de presentatrice. Fleming staat bekend om zijn charmante uitstraling in de media, maar heeft stevast één regel, zwijgen over zijn vriendin. Due suggereert echter dat zijn zwijgzaamheid wellicht dient om andere vrouwen in het ongewisse te laten. Er blijven maar verhalen binnenkomen over Fleming. Deze verhalen, volgens Dieu Chanel, wijzen op frequente overspelige avonturen rondom zijn optredens, ondersteund door talloze getuigenissen. Vooral wanneer hij onder invloed is, vervagen zijn grenzen. Aan het begin van de avond is hij nog oplettend, maar zodra de alcohol zijn tol eist, lijkt hij zich minder te bekommeren om de consequenties van zijn gedrag. De getuigenissen zijn gedetailleerd, maar de waarheid ervan blijft onzeker. Als deze geruchten waar zouden zijn, zou Fleming wellicht minder guitig en onschuldig zijn dan hij lijkt. Maar, zoals Bridget Maasland benadrukt, het blijft natuurlijk juice. Gisteren verscheen Fleming voor de camera van RTL Boulevard, waar hij sprak over zijn recente liefdessuccessen. Voice-over Jeroen Kijk in De Vechten onthulde, afgelopen maand onthult hij ook nog eens hartstikke succesvol te zijn in de liefde. Hij schreef zelfs een liedje voor haar. De zanger zelf reageert nuchter, ja, dat was vorig jaar. Jij hoort bij mij. Dat staat op het nieuwe album. Opvallend genoeg wordt er tijdens het interview niet ingegaan op de heftige geruchten die de ronde doen. Presentator Lucky King onthult echter of camera dat er wel degelijk vragen zijn gesteld over de opkomende speculaties. Er gaan allerlei geruchten rond op juiste kanalen nu. Zijn vriendin is nu in beeld, dus dan krijg je daar nu mee te maken. Hè? Bridget Maasland blijft het echter walgelijk vinden, oh, wat jammer altijd. Luc voegt toe. Hij zegt: Daar ga ik allemaal niet op reageren. Hij wil zich echt richten op de positieve dingen in zijn leven en daar houdt hij het bij. Bridget sluit af met een instemmende opmerking en terecht. Lekker doen.